Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van dinsdag 19 november van Weerblaza. Een laagdrukgebied bepaalt vandaag het weer in onze omgeving. Met een noordwestelijke wind worden diverse buien over onze omgeving aangevoerd. De zon breekt nu en dan ook door. Vanochtend ligt de temperatuur tussen de 4 en de 7 graden. Vanmiddag wordt het maximaal 8 graden. Daarbij staat een zwakke tot matige wind vanuit het westen. Later vanmiddag en vanavond blijft het op veel plaatsen droog. Alleen in het noorden is nog een enkele bui mogelijk. In de nacht klaart het breed op. Tijdens opklaring kan mist ontstaan en kan het licht gaan vriezen, zodat het morgenochtend op sommige plaatsen glad kan zijn en ook lokaal mistig. De mist kan op veel plaatsen blijven hangen, morgen de hele dag. De zon breekt nu en dan ook door. Met mist en lage bewolking wordt het hooguit 4 graden, met de zon erbij wordt het 6 graden. Donderdag, vrijdag en zaterdag zijn droge dagen. De temperatuur gaat voorzichtig omhoog naar 8 tot 10 graden in het weekend. Mijn naam is Diana Boei van Weerplaza.